Dank voor deze aardige introductie. Uh, goedemorgen, dames en heren. Uh, de reden dat mijn question and answer voor de lezing is, is natuurlijk dat er na de lezing helemaal geen vragen meer zouden zijn. Uh, het enige nadeel is dat ik daardoor, door deze planning, niet van tevoren heb kunnen coördineren met de dagvoorzitter. Dat hij eh, zou melden dat mijn roman Grand Hotel Europa inmiddels is genomineerd voor de NS-Publieksprijs. En. De bedoeling was eigenlijk dat de dagvoorzitter u dan zou oproepen om daarop te stemmen. Maar nu kan dat niet meer, want nu heb ik dat zelf al. Ik kan dat niet zelf. Ik kan het zelf ja? Ja, dames en heren. Wat misschien goed is voor u om te weten: dat het boek Ranghotel Europa, wat u al met velen heeft gelezen, dat dat genomineerd is voor de NS Publieksprijs. En dat is een buitengewoon belangrijke prijs, waar ook u een hele belangrijke zeggenschap in heeft. U kunt namelijk daarop stemmen. En ik zeg dit volledig uit eigen beweging, want anders zou het zelfpromotie zijn. Ik wil u vragen, als u het een goed boek vond, om daar natuurlijk op te stemmen. En uh, wellicht dat we dan uh, hier een potentieel prijswinnaar... Nou, hij heeft al vele prijzen gewonnen. Maar in ieder geval dan ook deze prijs heeft gewonnen. Dames en heren, mag ik een groot applaus... Ilya Leonhard-Pfeiffer. Ik ben ontroerd door dit spontane initiatief. Overigens... Uh... Normaal gesproken zou je aan het begin van een lezing aan het publiek vragen om de telefoons uit te zetten, maar ik vind het het best als u nu al begint te stemmen. <laughs> een stad is een identiteit. Het zou verleidelijk kunnen zijn een stad te definiëren als een opeenhoping van gebouwen. Het zou begrijpelijk zijn een stad te beschouwen als een grote groep bewoners. die zich dicht op elkaar. in nauwe onderlinge betrekkingen. van economische afhankelijkheid. door hun dagen haasten. Maar met deze gebruikelijke definities. missen we een essentieel en ongrijpbaar ingrediënt. dat de stad leven inblaast. Dat de stad aantrekkelijk maakt en dat de stad tot stad maakt. De stad heeft een ziel. Inwoners en bezoekers kunnen er lange avonden mee vullen om erover te discussiëren wat de ziel van een stad precies is en ze komen er nooit helemaal uit, maar ze twijfelen niet aan haar bestaan. Daarmee voelen ze zich verbonden. Daar zijn ze trots op? Verschillende studies tonen aan dat mensen zich steeds minder verbonden voelen met het land, de streek of de provincie waar ze zijn geboren. En dat ze hun identiteit steeds meer ontlenen aan de stad waar ze wonen. Die studies hoeven we niet te lezen om te weten dat ze waar zijn. We zien het overal om ons heen. Iemand die in New York woont, voelt zich in de eerste plaats New Yorker. Misschien dat hij of zij zich ook Amerikaan voelt, maar als dat al zo is, staat die identiteit vele trappen lager op de schaal van identiteitsbepalende eigenschappen. Je hoeft niet trots te zijn op Amerika om heel erg trots te zijn over het feit dat je in New York woont. Of. Om een nog uh, glorieuzer en nog meer tot de verbeelding sprekende stad als voorbeeld te nemen. Ik woon zelf, zoals u wellicht weet, in Genua. Ik ben trots op mijn stad. Ik zou niet aarzelen om mijzelf Genuees te noemen. Mijn stem zou er zelfs een beetje van gaan trillen. Maar ik ben geen Italiaan. Ook niet een beetje. We zijn vandaag in Den Haag. Bij uitstek een stad die wordt bewoond door mensen die zichzelf in de eerste plaats Haagenees of Hagenaar zouden noemen. Voordat ze lang zouden nadenken over de vraag of er nog andere geografische denominaties zouden kunnen zijn die hen definiëren. Zoals Couperes al zei, zo ik iets ben, ben ik Haags. Het zou interessant zijn om deze emotionele betrokkenheid bij de ziel van de stad in een historisch perspectief te onderzoeken. Maar het leidt geen twijfel dat deze de laatste decennia toeneemt en verhevigt. Dit heeft uiteraard met de globalisering te maken. Het gebeurt steeds vaker dat mensen zich ver van hun geboortegrond vestigen in een stad van hun keuze. Ik ben er zelf een voorbeeld van. Terwijl ze zich eerder wereldburger voelen dan ingezetenen van het land waarvan ze toevallig het paspoort op zak hebben. Terwijl de verbondenheid met de geboortegrond afneemt door de mogelijkheden die de globalisering biedt, verhevigt de vrije keuze van vestiging de verbondenheid met de plek van je keuze. De meest fanatieke New Yorkers zijn niet diegenen die daar zijn geboren. Maar zij die hebben gekozen om daar naartoe te gaan. Zo is er in heel Genua ook precies één fanatieke Genees. Ik kom zelf uit Den Haag. Eigenlijk kom ik uit Rijswijk. Maar u zult begrijpen dat ik dat liever een beetje afrond. Tijdens mijn jeugd was Den Haag. Nog meer dan nu een gespleten stad. Dat was ook haar charme. Zij was de melancholisch mijmerende weduwe van Indië, terwijl in Spoorwijk de kerstbomen fikten. Een klap voor je kop kon je krijgen. Terwijl er een paar straten verderop meisjes in plooirokjes in fluisterend Frans werden opgevoed. Op een mistige zondagmiddag. Kon je op de Vijverberg de schim van Louis Couperus ontwaren. terwijl je om de hoek moest uitkijken om niet uit te glijden. omdat Haagse Harry zijn patatje oorlog had uitgekotst. Er was een fundamenteel en onoverbrugbaar onderscheid. tussen wie op het zand woonde. en wie op het veen woonde. Zoals wie op het zand woonde niet noewe, moe werd te benadrukken. Evenzeer moest er een onderscheid gemaakt worden tussen ons soort mensen en de anderen. Wie bij ons soort mensen hoorde en wie niet, was voor ons soort mensen volslagen duidelijk. Als je dat niet snapte, hoorde je in ieder geval niet bij ons soort mensen. Ik hoorde daar niet bij. Dat was mij volslagen duidelijk. Dat waren... Hun soort mensen. Ik woonde in Rijswijk en daar lag niet eens veen. Dat was klei. Kun je nagaan hoe ik mij voelde? En ik wilde erbij horen. Ik speelde in het Hofstadts Jeugdorkest, een Jeugdsymfonieorkest vol etherische zandwezens van het Haganum of het Zorgvliet. Ik verkeerde onder de cellojongens en vioolmeisjes die mij af en toe uitnodigden in de gigantische huizen op het zand. Daar heb ik, onder het steeds minder wantrouwende oog van hun theeschenkende moeders, geleerd om mij te gedragen. En na een tijdje durfde ik mij af en toe een beschaafd grapje te permitteren waarom goedkeurend werd geglimlacht. Den Haag. Tikt er tegen en het zingt. Het loopt op eierschalen. Geen kwaad woord en zelfs die imperatief wordt gefluisterd. Het maakt onderdeel uit van de mythe van de stad dat zij dynamisch is en dat alles bij voortduring verandert. En wat verandert willen we onder controle houden. Daar krijg je stadsplanners van. Je hebt ze in twee soorten, afhankelijk van de definitie van de stad die zij hanteren. Je hebt planners die de stad zien als een leefruimte en die denken aan gebouwen en infrastructuur. En je hebt planners die de stad zien als een heterogene gemeenschap van mensen en die nadenken over sociale cohesie. Beiden zijn nuttig en ze worden nog nuttiger wanneer ze samenwerken. Wat gelukkig ook vaak gebeurt. Maar wat lastiger valt te plannen en wat daarom gemakshalve meestal maar over het hoofd wordt gezien, is de ziel van de stad. Terwijl zij de meest waardevolle asset is van de stad. Het is de ziel van de stad die verbondenheid creëert van de inwoners met de plek waar zij wonen en met elkaar. En het is de ziel van de stad die als een magneet kan werken op mensen van buiten die ervan dromen in de stad te wonen, te werken, te leven, te minnen, te consumeren en belasting af te dragen. De ziel van de stad kan veranderen. En dat is niet per se iets slechts. Het wordt zorgelijk wanneer de ziel verwatert, en funest wanneer de stad haar ziel verliest. Dan sterft de stad. Dat kan gebeuren. Een van de duidelijkste voorbeelden is de stad Venetië. Het is het decor van het tragische liefdesverhaal in mijn laatste roman Grand Hotel Europa. En het is een tragisch decor. Venetië is eigenlijk geen stad meer. De stad is letterlijk ontzield door het massatoerisme. Ooit had Venetië 200.000 inwoners. Dat was in de 14e eeuw. Dan zijn er vandaag de dag, in de 21e eeuw, minder dan 50.000 van over. En het aantal loopt terug. Er is ergens in de buurt van de Rialtobrug, als ik me niet vergis, is dat Piazza San Salvatore, is er een uh, farmacia, een apotheek, en daar hebben ze in de etalage een tellertje gezet dat real-time live het inwonersaantal van Venetië aangeeft. Dus dan kan je in de etalage uh, real-time zien hoe dat terugloopt. En als het in dit tempo doorgaat, is Venetië in het jaar 200 2030 leeg. Een van de laatste keren dat ik er was, was er van de weinig overgebleven bewoners uh, was er door hen een protest georganiseerd. Ze hadden spandoeken opgehangen bij Canal Grande met de stad, uh, met de tekst: è una città vera. Venetië is een echte stad. Wat natuurlijk alleen al genoeg is om te bewijzen dat het het niet is. Want welke echte stad gaat spandoeken ophangen om aan te tonen dat het een echte stad is? Uh, ik was uh, een paar maanden geleden te gast bij het uh, televisieprogramma Jinek. Misschien heeft u dat wel gezien. Uh, en daar hadden ze, dus het ging ook over dit soort dingen. En daar had de redactie van het programma een fragment uit een documentaire uh, gevonden. En dat werd toen uh, geprojecteerd. Al was het maar om te voorkomen dat de schrijver te lang aan het woord zou zijn. Uh, en er was een Amerikaanse toeriste die werkelijk oprecht totaal verbijsterd was toen ze haar vertelde dat er daar in Venetië ook mensen woonden. Ja, dat zou net zoiets zijn alsof ze ons nu zouden vertellen dat er in Madurodam mensen wonen. Venetië is dubbel tragisch. Het is een stad die haar ziel heeft verloren. Maar tegelijkertijd, als je daar rondloopt, besef je ook een ander ding. En dat is dat die stad totaal geen alternatief heeft. Er wordt al decennia lang niks meer geproduceerd. Er is geen reële economie, geen diensteconomie. Dus dat maakt het uh, eigenlijk een tragisch decor in het kwadraat. Toerisme wordt in het oude, bezienswaardige Europa te makkelijk gezien als een verdienmodel. Zelfs als het dat zou zijn, wat zeer valt te betwijfelen, zeker wanneer we het hebben over de publieke sector, gaat toerisme ten koste van het meest waardevolle wat de stad te bieden heeft. En dat is haar ziel. Toerisme vernietigt de authenticiteit van een stad, terwijl het toerisme precies daardoor wordt aangetrokken. En de authenticiteit is de vluchtige materie waarvan haar ziel is gemaakt. Een van de beproefde middelen om toeristen en dagjesmensen naar je stad te lokken is het organiseren van evenementen. Deze nemen in veel steden in Nederland en elders inmiddels. Epidemische vormen aan. Het stadscentrum wordt juichend omgevormd tot een eeuwige braderie. Elk weekend is er wel ergens een marathon of een paas, kerst, zomer- of wintermarkt of een koninginnedag of nacht of een optocht met gecostumeerd ringsteken of een groofscheepse herdenking van een illustere stadsgenoot uit het verleden, terwijl er door de week jazzfestivals en kroegentochten worden georganiseerd. De straten worden gevuld met slenterend volk uit de ommelanden, dat gebukt gaat onder een overvloed aan vrije tijd en een gebrek aan fantasie. Met een verveelde blik bezetten ze de terrassen en ze maken de stad onleefbaar. De afdeling City Marketing staat te glunderen, want het is weer gelukt om de stad op de kaart te zetten en een stukje naamsbekendheid te genereren. Terwijl de bewoners van de stadcentra steeds serieuzer nadenken over de mogelijkheid om de overwaarde op hun vastgoed te incasseren en weg te trekken, floreert de horeca. Dat is de enige sector die profiteert. Al die evenementen gaan uiteindelijk maar om één ding. En dat is biertappen. Als het daar niet om zou gaan, zou er ook niemand naartoe gaan. Laten we wel eens. De evenementen van city marketing zijn met gemeenschapsgeld gefaciliteerd massa-alcoholisme dat zich uitbetaalt in overlast. En uiteindelijk heeft de stad daar niets aan. Toeristen en dagjesmensen brengen niets dan kleingeld en parttime banen in de horeca terwijl ze de ziel uit de stad verjagen. Wie de stad een toekomst wil geven, moet haar ziel koesteren en de belangen van haar inwoners beschermen tegen bezoekers van buiten. Het thema van deze dag is moed. Ik zou de stadsplanners en de city heel graag de moed toewensen om wat meer achterover te leunen. En minder obsessief na te denken over de promotie van hun stad. Ik zou hun de moed toewensen om zuinig te zijn op de ziel van de stad. En ik weet dat het erg veel is gevraagd, maar ik zou hun de moed willen toewensen om niets te doen. Dank u wel.